Uh, maar de wedstrijd van woensdag is dusdanig uh, belangrijk dat we ook bereid zijn om risico's te nemen. Bert, afgelopen zaterdag uh, in uh, Oldenzaal, dat uh, was een eindje weg. Uh, dus de eindstand was uh, 2-6. Uh, volgens mij had het ook gewoon 4-12 kunnen zijn. Ja, ik denk dat het een wedstrijd was waarbij uh, ja, veel voor de doelen gebeurde. En uh, uiteindelijk kun je zeggen dat wij daarin uh, ja, nog wel nagelaten hebben om de score hoger te doen op laten uh, lopen. Maar aan de andere kant hebben we in fases ook veel te veel weggegeven en dat hoort helemaal niet bij ons als je kijkt naar hoe wij normaal gesproken in een wedstrijd staan. Ik had inderdaad toen ik erover dacht, nou hij zal wel niet tevreden zijn over datgene wat we hebben weggegeven. Hoe komt dat dan? Nou wat je heel snel al voelde binnen het elftal was van hé hey, dit kan dus een dag worden waarin we op een machtig kunnen zijn. En dan doen we eerst ons klusje en dat was winnen. Um, genoeg doelpunten maken om uh, lekker in het uh, veld te zitten. En vervolgens zie je gewoon dat spelers iets andere keuzes gaan maken dan wat we afgesproken hebben. Net even wat andere dingen gaan verzinnen. Andere looplijn, uh, anders positioneren. Niet goed in de dekking zitten. Uh, mensen te veel ruimte geven. Um, eigenlijk alle facetten van het voetbal waarvan we weten van als je dat niet goed uitvoert, gaat het fout. Nou, dat gebeurt dan ook. En nu weet je er nog niet voor afgestraft. Uh, maar wat je dan. Uh, ziet is dat de irritaties gaan toenemen. Iedereen gaat naar elkaar wijzen, uh, verbaal heel erg aanwezig zijn. Terwijl we daar helemaal niet mee bezig moeten zijn. Dus um, dat irriteerde mij wel. Ik vond gewoon dat we door moesten gaan met, met de speelwijze verder uh, uitvoeren. En dan komen we zelf tot mooie kansen. En uh, ja, dat hebben we nagelaten. Dus nee, ik was niet uh, heel erg tevreden. Nee. En toch uh, 2-6. Uh, was Kwik uh, uh, 20 nou zo slecht uh, of uh, wij zo goed? Nee, kijk, Kwik 20 is geen slechte ploeg natuurlijk. Alleen ja, wij zijn op dat moment redelijk in vorm. Uh, we zijn veel verder in, in, in de voorbereiding. Dat zag je ook duidelijk. Fysiek uh, stonden we er goed op. Uh, maar dat is helemaal geen slechte ploeg. Alleen we maakten in het begin juiste, de, de, de juiste keuzes. En uh, dat maakte dus dat zij het heel lastig hadden. Uh, maar goed, nou, uiteindelijk zie je in de tweede helft ja, de een na de andere aanval natuurlijk uh, op de goal van Kwik. Uh, Alleen de ruimtes waren zo groot en, en zo vrij spelers in ongewone situaties komen en in één keer ook veel trager gaan reageren op zaken. Dus uh, ja, het, het, is, het is lekker om zo uh, langs de kant te zitten. Maar het neigde een beetje de tweede helft naar een potje samen zomeravondvoetbal. En dat uh, kon nooit de bedoeling zijn. Daarin uh, gaf toch met zijn inhaalbeurt uh, Berry Powell wel een, een goed uh, voorbeeld. Uh, goed, goed positioneren en zo. Hè. Wat, is, dat, is dat intuïtie? En dat is iets wat wij. Uh, ja, niet veel hebben uh, binnen het veld. Hij, hij weet gewoon, jongens, al neer te zetten. Hij legt de ballen neer waar hij wil. Uh, nou, hij zit nog lang niet op het niveau waarvan ik denk dat hij kan zitten, natuurlijk. Maar dit, dit half uur uh, hadden we even nodig om te kijken hoe reageert een groep nu op Berry. Hoe reageert Berry op, op de groep zelf? Want we hebben natuurlijk speelwijze. Dat is, dat is toch wel even kijken hoe je daarin uh, mee kan komen. Maar ja, hij kijkt even, hij ziet het en uh, zijn ervaring uh, betaalt zich meteen uit. Jij vindt uh, medisch geheim uh, heel erg belangrijk en toch uh, vraag ik even van uh, hoe gaat het, staat het met uh, Maurice en uh, Lars en Joran? Nou het ziet er nou uit dat je ze vanavond allemaal weer uh, op het veld gaat zien. De een in uh, een andere hoedanigheid dan de ander, maar uh, het ziet er hartstikke goed uit, dus uh, hoge verwachtingen deze week. Oh, kijk eens aan, uh, misschien woensdag al uh, Maurice of uh, Lars? Ja daar ga ik natuurlijk helemaal niks over zeggen, dat, uh, dat zal vanavond moeten blijken. Uh, uh, maar de wedstrijd van woensdag is dusdanig uh, belangrijk dat we ook bereid zijn om risico's te nemen. Die vind je dus inderdaad uh, gewoon ook heel belangrijk uh, tegen de treffers? Ja, lijkt me duidelijk. Weet je, je, je wil gewoon graag in die, uh, in die ballenbak zitten straks met die loting. En. Uh, en dat, vind ik, dat hoort DVS in thuis in dat hoofdtoernooi, dus daar moet je alles voor geven en um, nou, daar moet je ook risico's voor durven nemen. Het is niet alleen sportief, fantastisch om mee te maken, maar het kan uiteindelijk ook de club heel veel helpen financieel. Dus nou goed, dan is het toch mooi dat wij daar een steen aan bij kunnen dragen. Ja. Quick Boys heeft het wat dat betreft lekker rustig in de kop. Die zijn lekker uitgeschakeld en die kunnen helemaal focussen op uh, zaterdag, hè? Ja, dat zullen ze ook doen. Uh, Zo'n zo nederlaag kan ook uh, toe gaan leiden dat ze juist super agressief in het veld gaan staan. Willen laten zien dat ze dat niet nog een keer gaat overkomen. Maar een quickboys thuis uh, is altijd agressief op de bal. Is altijd aanwezig. Want ja, er zullen toch ongetwijfeld 2500 mensen langs de kant zitten die uh, ja, hun quickboys weer aan het werk willen zien. En er zullen ook veel mensen uit Ermelo langs de kant zijn. Dus dat belooft wel wat. Zie je ongeveer zo'nzelfde wedstrijd zich ontspinnen als uh, jaar? Ja, lastig te zeggen. Ik denk wel dat ze wat gereserveerder zullen zijn in hun speelwijze. Ze hadden een hele andere periode. Ze zaten er toen een beetje doorheen. Ik denk dat ze nu fitter, frisser en vooral explosiever zullen zijn en, en, en fysiek meer aanwezig. Maar goed, we weten onderhand ook daarmee om te gaan. Dus, en wij houden onze eigen speelwijze aan. Dus vanuit onze kant zal er niet veel veranderen. Vanavond een rustige training of tactische training en morgenavond rustig aan, vrij? Nee, nee, we gaan niet rustig aan Piet. Het, het seizoen is net begonnen. We gaan nog even flink gas geven. En, uh, nee, uh, morgenavond zijn de jongens wel vrij. Want het is natuurlijk wel... Op een gegeven moment houdt het wel op. Uh, ze zijn niet... Dat hoofd van die trainer ook wel een keer zat natuurlijk. Dus da, alleen daarom uh, willen ze al een avondje vrij hebben. Nee, vanavond gaan we lekker door met, uh, met doorontwikkelen uh, van de ploeg. En uh, morgen mogen ze eventjes uh, gas terugnemen. Het is een weekje om hopelijk uh, lekker van te genieten, Bed. Ja, het lijkt een beetje op een Europese week. Hè. Zo voelt het uh, met topwedstrijden en... Uh, ja dat willen we graag topwedstrijden spelen en uh, uiteindelijk is het nog mooier als je al die wedstrijden wint want dan worden we allemaal erg gelukkig dus uh, nou ja goed en, en de voorbereiding heeft bewezen we dat, dat we goed bezig zijn maar nu toepassen in wedstrijden om het echie ja, dan gaan er ook wat andere zaken bovenkomen en uh, ik ben benieuwd misschien nog wel meer supporters woensdagavond dan afgelopen zaterdag want wat dat betreft ja dat is toch wel heel erg leuk om mee te maken dat je gewoon twee keer zoveel uh, dvs'ers langs de lijn ziet staan dan uh, mensen van de thuisploeg ja, en als je ook kijkt naar vorig jaar, dat is inderdaad veel meer mensen. Dat betekent ook dat we de goede dingen doen, want waarom zou iemand anders zo ver gaan rijden? Blijkbaar laten we wat zien voor de toeschouwers waar ze van houden. Natuurlijk, een winnende DVS is altijd prettig, maar de manier waarop al de mensen ook bevallen. Dus, en daar willen we zo lang mogelijk mee doorgaan.